ruiken. Nee! Dat kan toch niet? Nee. De fuck? What's up guys en welkom bij alweer een nieuwe video, een nieuwe vlog. Volgens mij ook de eerste vlog sinds Marokko. Ik ben weer terug in Nederland. Oh. Het is koud, het is kut. Als je in Nederland bent, dan ben je weer met QC. Kijk, begin je dag ook altijd goed. We hebben hier een ontbijtje gewoon, hopske. Lekker broodje gesmeerd, lekker banaantje erbij. Lekker gezond. Wel een cola, maar ja, hè? Kan niet alles hebben. Vandaag gaan wij naar iets waar ik nog nooit naartoe ben geweest. Jij volgens mij ook niet? Ook niet, man. Dat is de YouTube Gathering. Als ik het goed heb begrepen, is dat georganiseerd door YouTubers zelf. Maar is het nu overgenomen door wat grotere bedrijven omdat het een succes is, toch? Dus het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk gewoon een jaarbeurs. Maar dan voor YouTubers. En dan kunnen allemaal fans en zo, zeg maar. Die kunnen daar naartoe. Die kopen kaartjes, toch? Ja, die kopen kaartjes dan. En die gaan dan. Hoe noem je dat? Een eigen stelling of zo? Ja, zo'n stand. Ja, zo'n eigen stand, ja. En dan eigen stelling. Zit er veel met interviews zo in. Zo, echt. Wij zijn echt last minute op de lijst gezet. Als supergaande. Ja, yeah, you better recognize, dus, man. Dus we hebben geen shirtjes en zo, maar je kan wel gewoon drugs bij ons kopen, weet je. Je kan drugs kopen. Jossel een beetje. Daarna verstop ik een beetje. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En we gaan er een leuke dag van maken. Ja, ja. Zijn we dan? Eerste keer de YouTube Gathering 2016. Met deze grote vriend. Om eerlijk te zijn, zeg maar, mijn doelgroep wat hier rondloopt, is heel erg Nederlands. Om eerlijk te zijn, ik heb nog geen één buitenlander gezien, behalve Chinees. Maar die valt ook een beetje onder de doelgroep Nederlanders. Zeg maar, ik ben heel erg benieuwd of mensen ons überhaupt gaan herkennen. Dat is een zachtbis, man. Oh ja, of niet? Waar zijn jullie, man? Drerries? Mijn tickets waren te duur, zeker, hè? Ze zagen weer geen hek waar ze overheen konden klimmen. En we gaan zo wat mensen interviewen. Vandaag gaan we wat bekende YouTubers interviewen. En we hebben eigenlijk nog niet echt zoveel geslapen. Want gisteravond waren we bij Sexy Motherfuckers Feest van Lexus. En daar hebben we ook geïnterviewd. En jij was 7:30 thuis, toch? Ja. Fucking hell, man. Ik heb 2 uurtjes geslapen. Jippie, man. Je hebt een paar uurtjes geslapen en gewoon gelijk weer aan het werk. Jongens, dat is wat we doen. Strijden als de goon. Geef me geen genoen. Ik ga stuk, weet je waarom? Wat? Echt, je ziet jongetjes met hun ouders en die ouders, die kijken jou echt aan van, oh kijk eens, hij probeert ook een vlog leven. Hahaha. Ja, boys. Yes, yes. Yes. De eerste. We zijn herkend. Nee, het waren geen Nederlanders. Nee. Ik had 2 Turken. Ja, ja. Kijk, je hebt ook gelijk even een indicatie van de doelgroep wat hier rondloopt, kijk. Hoi, die belt met zijn vader. Zie je? Goed nieuws. Goed nieuws. We zijn op de foto geweest met een paar Turken. Sowieso love naar mijn Turkus die aanwezig zijn. Ik zeg eerlijk, ik dacht dat ze Nederlanders waren, ik ga niet voor je liegen. We zijn nu op zoek naar de plek waar we naar binnen kunnen gaan. Gratis naar binnen. Gratis naar binnen. Als het goed is staan we op de lijst. Als we niet op de lijst staan, ben ik weg. Dan is er ruïna. We hebben daar een paar moeite. Dan gaan we ruïna zetten hier, Ramati. Ik denk dat we hier binnen moeten. Maar als dat niet zo is, dan schaam ik me dood. Maar er is hier ook een receptie. Zullen we even een receptie proberen? Die vrouw heeft ons omgeleid. Ze verwoorden het heel mooi. Oh, jullie zijn creators. Ja. Die zegt, ja, we zijn creators. Hij moet bij de VIP zijn. Oh shit, VIP. We gingen van receptie naar pers naar VIP. Ik ben benieuwd. Maar als we bij de VIP worden geweigerd, dan is het fucked up. Ik ga niet voor je liegen. Nee, dat kan toch niet? Nee. De fuck? Deze man drukt gewoon op nood. Hij rent ook weg. What the fuck? Thanks, man. Wallah, ik ga weg. En waar is die ingang? Ja, je kan hier naar. Je moet snel wegwezen, deze guy. Joey Bravo heeft net open gedaan voor ons. Via de nooduitgang. We hebben nog niet eens een bandje gefixt, niks. En we zijn gewoon al binnen. Ik weet niet waar ik aan het lopen ben nu. Ik zie het wel een beetje om me afkomen. Eerste keer on the YouTube Gathering. Dit is dus waarschijnlijk de plek waar je soort van moet zijn. Salam alaikum, ik zie een paar strijders die ik ken hier. Keihard. Hey, Wallah, ik voelde me al buiten gesloten, man. Ja, ik heb jou, jij reageert niet. Ik heb je terug gehad. Hoe is het? Alles lekker? Pakken, bro? Besef even jouw gezichtsuitdrukking. Doe eens even lachen één keer. Ik ben altijd boos, altijd boos. Pak als eruit, hoe is het? Rustig, man. Pakken, bro. Alles goed? Pakken. Hey, Team Zonamo is in de building, man. Pakken, man. Team Zonamo, man. Ja, en, hey.
Wie komen we hier tegen? Fucking back. Fucka. Fucka. Hoe is het? Broer, om eerlijk te zijn, zeg maar, je was wel een soort van verdwenen. Zeg maar. Hoezo? Waarom? Je was klaar, vriend. Geen battles meer, niks. Je bent gewoon klaar met alles gewoon. Achter me gelaten. Ja? Ja, nou, wat zeg maar, waar ben je nu mee bezig? Gamen, man. Op Twitch. Dus gamen. Livestream en zo. Je bent wel een beetje bekend geworden, hè? Ja, we zijn Happy money. Denk je. Denk. Kom op. Hey, ik zeg eerlijk, ik had nooit verwacht dat ik Emo hier zou tegenkomen. Sowieso love naar Emo, je weet toch? We hebben een Toastman Games. Toastman Games? Oh ja. Toastman Games. Voor die Adana Toast. En die Sujuk Toast. Nee man, maar deze gast is daar gewoon illegaal in de binnen gekomen. Wij zijn kapot hier gaan naar binnen. Besef dat zeg maar de hele buitenlandse community is zeg maar in dit hoekje. En alle Nederlanders zijn hier. Dit is een soort van de Belmer van de YouTube community gewoon. Nog steeds geen bandje en geen ketting. Hey! Fucka strijder! Super gaande! Oh jongens, gelijk op de vlog. We zijn hier met Kai. Jullie kunnen hem kennen van zijn typetjes. Hey, doe gek. Nee. Die is vet kut, hè? Hey, doe eens even wat. Doe eens rappen. Ik heb net mijn shirt gemorst, maar ik heb weer een nieuwe. Boom! En Mobiamati. Besef. We hebben gewoon nog steeds geen bandje, we hebben nog steeds geen pasje, maar we genieten wel van gratis drank. Hey, ik heb nog een trucje voor je. Oh! Knip dat eruit. Het gaat helemaal fout. Hey. Bij mij werkt dat niet, Nessie. Ik blijf gewoon staan. Je mag in mijn ogen, je mag in mijn hoofd. Welkom bij de eerste aflevering van Marokkaan zoekt paspoort. Hoe lang ben je al op zoek? 1995, man. Zo. Dat is een tijdje terug. Ja, het is al een tijdje terug, man. Geef hem een low kick, voor de grap gewoon, voor de grap. YouTube krijgt een low kick. Heb je goede benen of niet? Hele goede benen. Je hebt goede benen, hè? Maar je moet hem wel, maar je moet hem wel teruggeven. Even commentaar. Ik heb ze harder gevoeld, man. Oké. Okay. Die was geplaatst. Kraken, man. Oh. Ik ben Belgisch, echt geen vrienden. Zet ik jij van België? Ja. Dat meen je niet. Van waar? Ik heb het goed. Ik heb 10 jaar in België gewoond, man. Ja, vriend. Het is gekke shit. Jo, je zat er droog. En joh. Antwerpen, gast. Hey. MOB, ja, Matty. Vakka. Alles goed? Rustig, man. Vakka, broer. Ik ga die sowieso kopen. Ik vind het ga je hem dope? Wil je zien hoeveel geld ik heb? Dat weet hij al. Mag ik wel even met de bank? Dat is een nieuwe app. Wow! Vlog gaat helemaal fout. MOB! The most other way of saying this. MOB! Fuck die chimies! MOB! Dit is het leven van Amma. Amma is depressief en heeft al 32 jaar geen gezichtsuitdrukking. Amma komt uit Senegal en is geadopteerd door een Marokkaanse familie. Kan iemand die Afrikaan van me afhalen? Mensen die dit kijken en die ook naar mij kijken, ik probeer te editen via mijn laptop, mijn MacBook Pro, die nieuwe. Maar je moet met Final Cut werken, vriend. Dat zei ik je. Maar ik moet downloaden en dingen. Het werkt niet in dit hotel. Ga het proberen. Maar als het niet online komt, dan hou het van die gaaf. Joost, rap even een 4 bar voor me, man. Vier snelle bars. Oké. Okay. Je weet zelf, met Ambo ben ik barkey. Oh. Ik ben blakbaar, jat je karkey. Hey, ik zat op de fiets, het is je carny. Oh, dat was een 3 bar, man. Ik ging lekker, maar dan loop je vast, man. Dat waren 3 bars. Gewoon ook stoppen, gewoon. Ja, ik besef me. Hey, toen kwam er een refrein, Refrein, oké, doop. Yo, snelle bars. Ik ben met Joost. Stop! Mijn gun die bloost. Ik ben nooit boos. Alleen voor een roos. Ik pluk hem. Jij puk hem. Ik suk hem. Nee. Hou je back sessie. Dat was game, man. Dit is het leven van Defano. Defano is op zoek naar eten. Ik heb gehoord dat jij familie bent. Of tenminste, dat jij Tajula hebt geadopteerd. Ja, kijk, klopt. Kijk, ik hou van kansarme jongeren. Die moet ik wel helpen. Kijk, voordat ik Tajula leerde kennen. Eigenlijk een kleine Riora. Een kleine donkere Riora. Was hij duur, zeg maar, om hem te kopen? Ja, hij was niet duur. Hij was echt goedkoop.
Maar dat was omdat hij een beetje onder de stroom zat. Ik weet niet waarom dat zo was, dat weet ik niet. Maar ik heb hem gewoon zo genomen in de wasmachine gestopt. Want je was uit Senegal toch? Was je even op vakantie gegaan? Ja. En had je hem daar gevonden tussen een paar bamboestokken? Ja, inderdaad, tussen een paar bamboestokken. Ik heb gevraagd van wie hij is, niemand gaf antwoord. Uiteindelijk heb ik daar gewoon 2 euro neergelegd. Dat ze niet eens kunnen gebruiken, want ja, euro's die zijn niet in Senegal. En degene die hem heeft gevonden is waarschijnlijk niet eens degene die Tajula daar heeft gedropt. Nou, ik heb sowieso respect voor mensen die zeg maar kansarme kinderen adopteren. Dankjewel. Dus ik wens je nog veel succes, man. Dankjewel, love, man. Love. We zijn hier met Bart of zo van Wilde Westen. Pakka Bart of zo. Congolees. Het is dus gelukt om een bandje te krijgen. We did it. We zijn in en we gaan nu een beetje plezier hebben met de fans. Want het draait om de fans, we houden van jullie. Dus we gaan ook een beetje rondlopen in de hoop dat we herkend worden. En zo niet, dan niet. Als ik een shout-out doe, dan krijg ik 10 euro van de vriendin. Dus... Wacht. Maar ik wil 5 euro van die 10 euro hebben. Nee, ik krijg Oké, doe een shout-out. Nou, ik moest zeggen in de video, de borden, je bent lekker dik. Oeh, sfeer is. Alaikum salam wa rahmatullah. Hey, Dirk! Oh, dit dorp is echt real hier! Oh my god! Maar dat ga ik straks ophalen, wij komen net op vakantie. Ik ben jarig vandaag. Ben je jarig? Ja! Nee joh! Volg! Niet al, maak een streepje van zijn. Abonneer op zijn kanaal! Doe het! Ja, abonneer! Take some pictures, man! He's famous! Famous boy, famous! Nou, hij stuurt ze! Ja, we gaan op de foto! Oh my god, the love is real here, man, at the YouTube gathering. Blanke fans. Ik denk dat wij geen blanke fans hebben, man. Ik ga niet voor je liegen, man. Pakka. Heel veel Nederlands publiek hier. Maar tot nu toe zijn alleen nog maar Turken en mokro's die op de foto willen. Ben jij Nederlands? Ja. Je bent de eerste Nederlander die mij aanspreekt hier. Keihard. Fuck up boys, jullie zijn in de building. MOB, MOB. MOB, jammati. Je eigendom politie, jammati. Hoe de fuck kom je hier aan? Hey. Hoe is het? Hey jongens, dit is Shadia. En wij kennen elkaar al een tijdje. Volgens mij 2 jaar of zo. 30 mei 2013, hij beseft gewoon al die datums en zo. Ik ken zelfs haar vader, hè. Besef gewoon, man. Sowieso groetjes naar de vader van Shadia. En ik vind het leuk om haar hier te zien. Toch? Ja. Yeah. Oh shit, is die van Mirjam? Ja. Mag ik die meenemen? Ja. Oh, wat vet. Hey Mirjam, kijk. Je hebt gewoon een cadeautje gekregen, man. Kijk, we hebben een cadeautje gekregen van Shadia. Dankjewel, Shadia. Groetjes van Mirjam naar jou. We love you. Woo! Lekkere scheidgeur hier. Ah, heel lekker, man. Ben je nou tegen jezelf aan het praten of? Nee, meer naar jou toe. Oh, naar mij? Dat is fijn. Ik doe het vaker als ik op het toilet zie. Oké, hoe heet je? Wat is je naam? Mijn naam is Bart. Bart? Ja, en ik ben Dion. Bart en Dion? Ja. Oké, en jullie zijn nu aan het schijten of aan het plassen? Wat doen jullie? De combinatie. Ben je echt aan het schijten nu? Ja, nee. Ja, nee, zo van. Ik ben net aan het vloggen. Hè? Ik ben ook aan het vloggen nu, dus daarom... Hey, mag ik een gastrol bij jou doen dan? Wat zeg je? Mag ik een gastrol bij jou doen? Ja, tuurlijk. Oh, nice. Maar wel als je je piemel in je broek hebt. Oké, dan kan ik niet garanderen. Ja, dat gaat nergens over. Het gaat echt nergens over. Ik zie een fucking glas. Wat een guy, man. Gewoon weer illegaal naar buiten gegaan. Heb je die glas gebroken? Nee. What the fuck? Oké, Nassim, je kon gratis parkeren, maar dat heb je niet gedaan. Omdat jij mij niks hebt gezegd. Omdat jij pas appte toen je er was. Oh. En nu gaan we checken hoeveel het gaat worden voor jou. Bismillah. Alsjeblieft. Oh. 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 Annuleren. 14 euro. Nog een leuke excuus hier. So yeah, basically zijn we weer van de YouTube gathering. Het was super gezellig sowieso. Shout out naar iedereen die daar aanwezig was en die liefde toonde. Nou, super gaande naar mij. Ik hoop dat we volgend jaar gewoon weer aanwezig zijn, want het was super dope. Ik ga Lira ophalen. We hebben Lira een week niet gezien. Of iets langer zelfs. Normaal gezien zou ik er... We zijn 2 dagen geleden of zo zijn aangekomen. Ik zou er eigenlijk al gelijk opgehaald moeten hebben, maar ik ben er niet aan toegekomen omdat het een beetje druk is. Maar ik ben gelijk van de YouTube gathering ben ik naar hier toe gereden.
ga ik Lira ophalen. Heel veel zin in, we missen haar. Vooral Mirjam mist haar heel erg. Oh. En prachtig. Ja, prachtig hè? Ja, helemaal geweldig. En ja man, dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En dan gaan we Lira ophalen met z'n allen. Hey Lira! Hey schatje! Hey! Lira! Herken je mij nog of niet? Hey! Oh! Leg mijn hoofd, bambi. Hey Lira! Herken je mij nog? Heb je mij een beetje gemist of niet? Mirjam heeft jou gemist, hè? Hallo, Soto. Kijk ze samen zijn, kijk ze. Ja, jongen. Ze zijn gewoon beste vrienden geworden, joh. Gaan jullie elkaar missen? Dikzakjes. Zeg maar doei tegen elkaar. Lira die gaat weer terug met mij mee. Ga je geen doei zeggen? Oh, nee? Oh, we zijn elkaar een beetje beu. Nou, tot zover Dirham die doei zegt. Lira, we gaan naar Rus. Hé? Hey Lira. Stem je? Ja. Ik heb jou gemist. Ik heb jou gemist. Heb jij echt gemist, Lira? Ik heb jou echt gemist. Het was een gezellig dagje. Ik ga de vlog afsluiten. De YouTube gathering was super leuk. Liefde naar iedereen die er was en die liefde heeft getoond. Wij zijn weer herenigd met onze lieve, oh, lieve katje. In ieder geval, jongens. Wie vindt dat zijn snor eraf moet? Oh, zet in de comments wel of niet een snor. En sick. Ja, sick. Nou, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Binnenkort komen de Marrakesh vlogs. Dus abonneer, check het. Love.